PSV onder 18, de ploeg van Ruud van Nistelrooy, oefende op de eigen hertgang tegen Schalke 04. En van Nistelrooy had gekozen voor de volgende basiself. Met Bodak in de goal en verder Comenencia, Seelt, de Schutter, Uppegaard, Dauda, Geelmuiden, Hopman, Fofana, Tielemans en Bougaffer. En PSV onder 18 had het lastig in die openingsfase. Krijgt die bal hier ook bijna niet uit de hoek. En dus kan Made overnemen namens Schalke, het schot van Made. En de redding is van Bodak. Hoewel het wel ten koste was van een corner, maar die zou verder niets opleveren. Jensen Seelt dan als PSV meer op de helft van Schalke kan gaan spelen. Hopman met de diepe bal op Fofana. Die omspeelt keeper Rozen. En legt die bal prima terug op Herman Geelmuiden. Maar die raakt die bal volledig verkeerd. Maar daarmee dus wel de eerste kans voor PSV. Schalke dan weer met Krasniqi. Omspeelt Jensen Seelt. Uppekaart voor zich, het schot van die Krasniqi, maar de redding opnieuw van Bodak. De Hee dan nog, die aanval in leven houdt. Gaat hier gemakkelijk voorbij, Comenencia. Maar die voorzet bereikt verder niemand. Onder 18 oefende eerder tegen Valenciennes. En afgelopen dinsdag nog tegen MVV onder 21. En het won die wedstrijd met 2-0. De kopbal hier van Tielemans. En daar had misschien wel meer in gezeten. De kopbal van Matthijs Tielemans, maar die ging recht op Daniel Rozen af. Comenencia dan met de prachtige diepe bal op Fofana. Die haalt in één keer uit, maar de redding is van Rozen. Nou, die prachtige bal dus. Die prachtige paas van achteruit van Livano Comenencia. Dit zijn beelden van de tweede helft als het nog altijd 0-0 is. Met Geelmuiden lastig van de bal te krijgen. Dat ervaart ook Guzzi. Die hem hier neerlegt. En dus de terechte vrije trap voor PSV. De lange mannen mee voorin. Helemaal links in beeld staat Jensen Seelt. Helemaal vrij. De vrije trap van Tielemans. De kopbal is van Jensen Seelt. Maar de redding opnieuw van Rozen. Maar dat had eigenlijk de 1-0 moeten zijn. Dauda dan. Als PSV drukt op die Duitse defensie. Tielemans. De 1-2 met Hopman. De ruimte ligt aan de linkerkant bij Fofana. Die legt die bal terug op Tielemans. En die telde die bal waarschijnlijk al. Opnieuw een grote kans voor PSV onder 18. De ploeg van Ruud van Nistelrooy die vorige week zaterdag bekerde tegen de Koninklijke HFC en met 3-0 won. En dus een ronde verder is de kopbal hier van Jensen Seelt. En dit is misschien wel de allergrootste kans voor PSV op de paal. Pech dus voor Jensen Seelt. De aanvoerder van PSV onder 18. Maar dus nog altijd 0-0. Schalke dan. Met een van de spaarzame uitvallen. Kuster bereikt Fundu. Maar de redding is van Bodak in twee instanties. De Schutter. Met de prachtige paas op Uppegaard. Die tikt die bal meteen door op Mohamed Nassou. En die zoekt Simon van Duivenbode. Maar er zit net een been tussen van een speler van Schalke, waardoor Van Duivenbode niet uitkomt en er dus weer een goede kans verloren is gegaan. Nassou, Tielemans, bezetting voor de goal wordt gevraagd, gevonden in de persoon van Dauda, maar die maait half over die bal en dus levert ook dit niets op. Nassou. Als PSV aanzet om toch die winnende treffer te maken. De voorzet is van Aerts. De kopbal is van der Riet, waar ook Simon van Duivenbode erbij was. Maar het levert uiteindelijk niets op. En zo eindigt het oefenduel tussen PSV onder 18 en Schalke onder 18 in 0-0.